ja, wassen en werken. Nou, heb dan eten koken. Nou, eens kijken. Ja, wassen en werken en eten koken. Nou ja, werken, dat komen ze dan wel hoor. Morgen komt er weer een mens en heeft ze weer een vrije dag. Hè? Maar aan woensdag dan komt ze het briefje halen, hè? Want ze moet boodschappen meebrengen ook natuurlijk. Ja. Dan komt ze aan donderdagochtend om 9 uur tot 12 uur komt ze werken. Nou. En dan doet ze stoffen en zuigen. Die stofzuiger is er al god hoor. Oeh, god. Die stofzuiger is er al god. Hé? Ja. Ik heb deze laatste krep. Het was zo'n wild mens. Die wou proclameren aan de lijf. Ja, wat heb je nou met zulke werksters? Dus ze niet wel alles te komen. Hé, dat doet ze niet. En dat doet ze ook niet. En het plafond afnemen. Nee, er anders dan verkeerd. Ja, en nog de baas wil spelen. Ja, het is net andersom. Het is net andersom, nou. Ik zal je wat vertellen. Ik heb nou 6 werksters gehad. Hè? 3 dieven waren erbij. Nou, is dat niet prachtig? Hè? De anders dan verkeerd. En op mij is de hele nok. Ja, want ik had... Ik had 2 plastieke emmertjes, hè, die had ik. Nog een hand van Piet. Hè, was een haring. Nou, ik denk van de week moeten ze even kijken, waar staan nou mijn emmertjes? Nou, weg willen ze! Ja, en ik had een bloempot. Hè, die was haast uitgebloemd. Dus ik denk, nou, die zal ik haast eens in de tuin gooien. Hè. Andere bagger erin doen, een nieuw plantje erin zitten, hè? Een witte pot eromheen. Nou, weg! Ja, en ik heb... Ik had een fles met vruchten. Ik had een fles met vruchten, die had ik gehad. Met mijn verjaardag. Ik denk van de week moet de zeven naar mijn fles gaan kijken. Nou, daar is die! Ja, Nee. Ja, ik had nog een emmertje. Ja, dat was er zo een die ik nog van mijn vader gekregen. Dus die was al oud, maar die had niet zoveel gebruikt, omdat die nogal een beetje zwaar was. Maar, oh Christus, die is ook weg. Maar van de week, dan zal ik het er eens over hebben. En dan zal ik zeggen, die 2 plastic die kan je hebben, maar die van mijn vader. Je moet tot de draad komen. Het eerste werkster die ik had. Annie. Dat was een roze werkster. Die nam met de schoonmaker bijvoorbeeld af. Die had de hele wc wel eens gehurfd. Want dan is dan je nog wat aan mijn oude deze. Een beetje stoffen en een beetje zuigen. Klaar is het. Aan de wasser wordt nooit dit aan gedaan. Of aardappelen schillen, groenten schoonmaken. Ik heb er nog nooit wat aan gedaan. Ik heb stel nog nooit schoonmaken. Alles doet toch zelf. Nou. En dan ben je stil nog. Lillige vallen. De boel nog stellen bij een mens van 97 lillekes. Ik snap niet dat die mensen durven leven. Nou, ja. Ik heb gewerkt, hè. Ik heb voor niks gewerkt. Ik heb voor een kwartje op een dag gewerkt. Maar ik zou niet prokkeren om het mee te nemen. Nou, verdienen ze zoveel. Ik zou het van eens anders maken. Ze verdienen hulders. Dus ze